Als je wortel trekt, dan krijg je hier 27. Kijk maar even. Oh, 47. Nou ja, er zit in ieder geval een 7 in. Zeg Willem, was het absoluut noodzakelijk om nu weer een nieuw antwoordapparaat te kopen? Ja, maar dit is een antwoordapparaat en een mobiele telefoon in één. Ja. En ik krijg er 25% korting op. Ja, dat zeg je elke keer, maar deze maand heeft die korting ons al 500 gulden extra gekost. Ja, maar dit apparaat heeft 15 extra functies voor optimaal belgenot. Optimaal belgenot, moet je dat toch horen? Als je het vooruit wil, dan moet je op het rechter knopje drukken. Dan gaat die vooruit. Als die met het eind gekomen is, je wil hem terug naar het begin. Op het linker knopje drukken en op het envelopje. Ja, envelopje. En dan met twee vingers twee knoppen ingedrukt. Een seconde of de... Ach, schel het toch uit, zeg! Dit is een cursus hints voor vergevorderden. Hallo allemaal. Kijk eens, opa. Oh, dankjewel, Anne. Dankjewel. You need to give it up. Wat is dit nou weer? Ja, sorry, opa Buis. Ik zat met Sheila te praten. Ja, dat krijg je als je de telefoon te laat opneemt. Dan neemt het antwoordapparaat het hele gesprek op. Noem je dit een gesprek? Ja, maar niks meer om over te praten. Maar Johnny, wij hadden daar vroeger in mijn jeugd een enorme goede oplossing voor, hoor. Gewoon ophangen. Ik dacht trouwens dat je hier kwam om te studeren. Daar heb je zelfs die vriend voor meegenomen. Hoe heet je ook weer? Ben Verstraeten, meneer Alperhuis. Ben, noem je dit studeren? Ben? Geen wonder dat het niveau hier in huis niet boven het Nieuw Amsterdams pijl komt, zeg. Geen enkele scherpzinnigheid, geen cultuur. Alleen, gelukkig is mijn oude vriend Willem hier nog om enig niveau te vinden. De Roze Panthers? Ja, dat is de naam van onze bowlingclub. We spelen vanavond tegen het team van Millie, de Supergirls. Allemachtig, 2000 jaar beschaving stort ineen. Alweer? Dat is al de 16e keer deze week. Oh. Ja. Nou, kijk, hè. Wat dit vind ik ook briljant, hè. Ja. De telefoon gaat en hij ligt er niet op. Ja, maar dan moet je op het linker pijltje gaan zitten en op het envelopje drukken. Dan komt hij vanzelf naar je groep. Oh, ja. Onzin. Alsjeblieft, meneer Appelboom. Oh, dankjewel, jongen. Ja, Willem Bol. Harry. Wat? Wie is er nou weer gearresteerd? De garnaal alweer? Jeetje, maar daar hebben we vanavond een man kort. Oh, wacht even. Ik heb het opgelost. Maak je geen zorgen tot vanavond. Henri? Nee. Henri? Nee. Minstens... Nee. Alles in je leven moet je minstens één keer hebben gedaan. Ook bowlen. Nee. Jawel, opa, dat is waar hoor. En ik denk dat het shirtje je echt schattig zou staan. Ja, oh. Heel... Voor de goede orde. Vanavond zit ik in mijn lederen fortuin met een sigaar. Ik lees Shakespeare en ik luister naar de vierjaargetijden van Vivaldi. En in geen enkel geval ga ik bowlen. Nog trek ik dit gruwelijke, schattige, roze gedrocht aan. Over mijn lijk. Zwaai! Oké, luister even. We beginnen voor één minuut. En de kegels, dat zijn die witte dingetjes daar op het end. Ja. Dus niet te baard. Nee, ik weet het, Willem. Het was een vergissing. Ja, ik weet het, hoor. Ja, nou. Opzij, heren, aan de kant. Ja. Daar gaat hij. Dekking! Kijk, voorzichtig, jong! Yeah. Oh, hey, jij niet laten loslaten, meneer Buijs. Ah, au, 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 au. Wachtig, Harry, ik heb nog ik heb niet gezegd dat je helemaal niet mocht gooien. Vingers zitten vast. Nou, kom hier. Nee, laat los. Mooi gedaan, jochie. Behalve team ligt plat. Gaat het een beetje, Harry? Mijn rug. Nou, dat los ik wel op. Waar doet het pijn? Oh, hier. Hier? Ja. Oeh, au. Zit een hele knoop, zeg. Ja, oh. En dan te bedenken dat ik gezellig thuis had kunnen zitten luisteren naar Vivaldi. Oh, de vierjarige tijden. Ja, oh. Ben je ook een liefhebber? Nou, eerlijk gezegd ben ik meer een liefhebber van Beethoven. Nee. Vooral zijn strijkkwartetten. De strijkkwartetten van Beethoven? Lieve hemel, Rita, wat doe je dan hier? Nou, hetzelfde kan ik aan jou vragen. Ja. Voel jij wat beter? Ja. Ik ben wel weer in staat om zo'n opgeblazen oliebol tegen de barkruk te gooien, hoor. Ik ga even door. Ja. Dan wil je beslist die opname uit 75 horen van zijn tweede symfonie. Die is subliem. Ja, oké. Kom je, Harry? Ja. Dag, dames. Dag. Nou, joh. Dag. Dag. Je hebt je wel vermaakt, hè? Wat? Je hebt je wel vermaakt. Ja, gezellig. Ik vond het gezellig. Ja, heel leuk. Dag.
Zo. Nou, kom maar. Gaan wij even lekker uit. Hé. Dag, Joni. Ben je er nog? Hier gaan ze zo niet rijden naar huis. Nee, misschien eerder dan tante Millie thuis. Schiet op, jongens. Oh, dat is zo. Dag allemaal. Dag, Joni. Dag, Anna. Ja, graag gedaan. Dag, Joni. Ze Ben, zal ik jou even met de auto naar huis brengen? Nee, dank je. Even vliepen, maar mijn fiets zit in de tuin. Oh, oké. Okay. Kom. Meneer Open Bol, mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Over vrouwen? Ja hoor, dat mag je best, maar moet je dat eigenlijk niet aan jou ouders vragen? Nou, Joni zei dat u en meneer Open Buis de twee wijze mannen van de wereld zijn. Ah. Dus ik... Nou ja, kijk, als je het zo stelt. Ga zitten, vraag maar. Ja, doe. Het gaat over Joni, meneer Open Bol. En die vind jij erg leuk? Het is veel erger. Als ze me aankijkt, dan ben ik ademloos. 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 Wat lief. Nee, het is mannen onder elkaar. Onze jonge vriend is door de bliksem getroffen. De eerste keer toen ik haar zag, was het gelijk raak. Ja. Maar ik weet niet eens of Joni me wel leuk vindt. Ja, het eeuwige dilemma. Hè. Vindt ze me wel leuk, vindt ze me niet leuk? Hoe kom ik erachter? Nou, gewoon. Je stapt op haar af en je vraagt het. Ah, doe niet zo belachelijk aan, niet zo absurd. Nou, ik doe helemaal niet belachelijk, opa. Ik ben een vrouw, dus ik kan het weten. Ja, ja, luister niet aan, nou. Dit is onzin om gelijk op een vrouw af te stappen je gevoel te laten merken. Vrouwen zijn namelijk veel slimmer dan wij. Ja. Slimmer? Jazeker. Ja, ja. Vrouwen hebben lang in de gaten dat jij haar aardig vindt voor jij het zelf in de gaten hebt. En dat is levensgevaarlijk. Als je een vrouw wilt verleiden, moet je dat aanpakken als een soort militaire operatie. Ja, dat is waar, dat is waar. Als bijvoorbeeld de weersverwachtingen voor morgen overdag 26 graden zijn en tegen de avond 12 graden, dan zal de jonge dame misschien een blouse aan hebben, het overdag heel prettig warm hebben, maar tegen de avond krijgt ze het koud, wil ze wat omslaan. En dat is voor jou heel belangrijk om te weten. Waarom? Ja. Oh, nou, jij bent niet zo'n snel pubertje, hè, dat ze nog bestaan. Nou, ik zal het je zeggen, dan krijg jij de gelegenheid om jouw jak om haar heen te slaan. Ja. Maar ik heb geen jak. Ja, maar had je nou naar de weersverwachtingen geluisterd, dan had je gezorgd dat je wel een jak had. Ja, en ervoor gezorgd dat zij het haar had thuisgelaten. Juist. Oh, hallo zeg, in welke eeuw leven we? Dit staat echt helemaal nergens op. Kom op, Ben, ga maar met mij mee, ga ik Rikkie in bad doen en dan praten wij verder. Ach, die ach. Twee oude mannetjes. Arme jongen. Jongen. Och, gelukkig dat de tijd van de liefde op het eerste gezicht en de bliksemschichten ver achter ons ligt, hè, Willem? Wat denk jij, Henri? Zou onze Ben een kansje maken? Dat lieve schaap bij Joni? Nah. Heb ik toch. Honger. Honger. Oh, pannenkoeken. Ja, pannenkoeken. Ja, om 3 uur 's nachts? Ja, dat is de beste tijd. Oh. Dan komt tenminste niet de hele familie om de 5 minuten binnenlopen om te proeven. Oh, juist. Jij mag wel. Oh. Pak maar bestek. Ja. Ja. Kijk eens. Dank je. Dank je. Zo. Ja. Kon hij in slaap komen? Oh, misschien iets verkeerds gegeten of zo. Nou ja, dan is pannenkoeken bakken natuurlijk het beste wat je kunt doen. Ja. Zo. Nou, ik heb dit al, alsjeblieft. Ja. Zeg. Ja. Wat is ze aardig, hè? Wie? Oh, ja, ja. Ik weet niet meer hoe ze heet. Ik kan moeilijk namen onthouden. Ria? Rita. Oh, ja, zeg. Nou, jullie hadden elkaar wel gevonden, hè? Wat bedoel je wel gevonden? Niks. Oh, ik heb jou wel door, hoor. Nou, wat geeft dat? Nou, geef nou toe dat je het leuk vond. Oh, nee, ze is inderdaad ontzettend aardig. Ja, want het kan ook niet anders, hè? Beschaafd, intelligent, ontwikkeld. Ja, natuurlijk. Ops. Ja, maar ik weet wel wat je bedoelt, hoor. Ik ben niet onze kleine Ben, die getroffen is door de bliksemschichten. En die valt voor het eerst een paar beste mooie blauwe ogen. Oh, dus Rita heeft mooie blauwe ogen. Ik dacht dat jij niet kon slapen omdat... Omdat ik honger had, ja. Ja, natuurlijk. Ik ben over de 70, zeg. Ja, schijnt eruit. Ja. Jaren van de bliksemschicht en liefde op het eerste gezicht liggen ver achter mij. Tuurlijk. Heb ik nooit meegemaakt ook. Nee, tuurlijk niet. Mijn borst is ondoordringbaar. Ongevoelig voor Cupido's pijlen. Ja. Maar 1 keer 1 vrouw geweest die daar doorheen gedrongen heeft. Mijn vrouw. Natuurlijk. Ja. En dat dan nog.
Naar zeker zware overwegingen mijnerzijds, hè? Ja, ja. Maar toch vond je het er erg leuk? Ja, ik vond het erg leuk. Ja, nou, waarom vraag je er niet eens uit? Maar maken ze een afspraakje? Waarschijnlijk daar. Ja. Oh, nee, ik zou niet meer weten hoe het moest. Het is zo lang geleden. Dat nou, natuurlijk wel, dat weet je toch. Nee. Doe nou eens alsof ik Rita ben. Dan kan je op mij oefenen. Wat zou je dan zeggen? Oma, wat heb je een grote snor? Nee, maar nou zonder gek. Het vraagt er toch gezellig een keertje uit. Nee, kan niet. Nou, waarom? Je hebt Christiane ook zo vaak uitgevraagd. Ik was niet verliefd op Christiane. Pardon? Nee. Nou? Die woorden heb jij mij in de mond gebracht. Welke woorden? Verliefd of op? Ik ben niet verliefd en ik ben niet op. En laten we nou alsjeblieft even ophouden, Willem. Ja. Oh, ik weet het nog. En zelfs als ik Rita iets aardiger zou vinden dan de Nederlandse bevolking in het algemeen, dan nog moet ik hierbij zeggen dat het volledig platonisch is. Ja, maar ik heb een mooie oplossing. Jullie houden allebei van muziek. Ja. Vraag er een avondje naar de opera. Naar de opera? Ja, dat is toch perfect, al die dikke mensen die zingen over de liefde. Hé, hang nou toch op, nou, ja, liefde nou, ja. Nee, nou, dan ben ik het beter gemaakt. Een double date. Wat dan? Ja, Rita, Millie, jij en ik gaan we een dagje picknicken, lekker op de friets. Mandje achterop, bloemetjes, bijtjes. Hou op over de bloemetjes en de bijtjes! Nou, doen we die niet, doen we die bloemetjes en bijtjes weg. Ja. Picknick, hè? Ja. Maar het betekent niet dat ik verliefd ben. Ik ben niet verliefd. Natuurlijk niet, Henri. Oh ja, maar het kan natuurlijk gebeuren dat gedurende de middag... Oh, dat ik haar vraag om mee uit te gaan. Maar natuurlijk. Ja. Ja, dat noem ik nou pas een militaire operatie. Prima. Pannenkoeken! Je hebt gelijk. Je hebt dat gelijk. Bedoel ik nou. Ja. Lekker. Ja. Hi, Ron. Okay. Ja, maar jongen, jongen. Ja, nou, willen jullie ervan? Ja, mooi. Ja, maar misschien net even te voor een picknick. Vind je? Nou ja, het dasje is wel handig om de vliegen mee weg te zwiepen. Zeg, opa, ik wist helemaal niet dat je zo'n heftige date had. Ik heb absoluut geen heftige date. Die vrouw interesseert me niet. Welke vrouw? Hè? Vrouw. Die vrouw. Vrouw in het algemeen. Ja. Absoluut niet. Oh, dus je hebt je zo opgedoft voor Willem. Wat vindt Millie daar nou van? Hé, hey, zeg. Heb je last van humor of zo? Oh, sorry hoor. Nou, zeg. Vond je grapje wel leuk hoor. Dankjewel, schat. Ja. Ja. Rita, ga je eens een met me uit of zo? Nee, is niks. Rita, wat zou je ervan zeggen als... Oh jee. Oh nee, hè. Waarom legt niemand hier in huis nou de dingen terug waar ze horen? Stil maar, kereltje. Stil maar, is al uit. Ja, stil maar. Stil maar, het is al gebeurd. Ah. Rita. Ai, wat zou jij doen als je in mijn schoenen stond, hè, kereltje? Huh? Behalve zuigen op je spin. Huh? Rita. Ricky, mag ik jou even Rita noemen? Daar heb je toch geen bezwaar tegen? Nee, dat zou je zorg zijn. Al noem ik je Teletubby. Huh? Goedemiddag, Rita. Nee, dat is niet. Rita, ik... Nou ja. Rita, ik denk dat ik... Zou je een avond met mij uit willen? Want ik denk, Rita, ik denk dat ik van je hou. Allemachtig, zeg, waar ben ik mee bezig? Zeg, hang je buis, ben ik krankzinnig geworden? Jongen, draaf toch niet zo door, het is gewoon een kennisje. Niet meer een kennisje. Komen ze, Joop. Hier, ze vet. Goedemiddag. Goedemiddag, is onze tafel klaar? Jazeker. Mag ik misschien even jullie jassen aanpakken? De jas. En zal ik dan even het blinddoekje afdoen? Zo. Kijk eens. Wauw. Wat is dit allemaal? Ga je mee?
trapjes toe aanschuiven. Meneer. Alsjeblieft. Willen mevrouw en meneer misschien wat gebruiken voordat ze de kaart bekijken? Uw beste champagne, alsjeblieft. Oké, Joop. Mag ik even voor u langs? Zo, en voor u ook even langs. Dank u. Ik wil graag 2 maal de specialiteit van de chef. De antipasta mista con pomodori secchi e il risotto alla trastavarina e speciale della casa Maria. Wauw. Zo, nou, dus u wilt 2 maal de antipasta, de pompen, de pompom, pom, 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 pom. Oké, Joop. Zo, misschien een beetje frisse lucht. Mag je weer uit? Ik heb het koud. Je hebt het koud. Ja. Als je me toestaat. Oh, dankjewel. Zo. Kijk eens, als u even het servet weg wil halen, dan kan ik het zo neerzetten. Alsjeblieft, zo. Kijk eens. Alsjeblieft, eet u. Ja. Nee, Joop. Oh, ja. Zo, kijk eens al. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Johnny, mag ik iets vragen? Wat? Nou, ik vind jou een tijdje leuk en nu wil ik vragen of je met me uit wil gaan. Uit of uit? Eerst uit en later misschien uit. Oh, uit. Ja, daar moet ik even over nadenken. Oh, sole mio. Oh, sole mio. Ja, we hebben het weer in ieder geval mee, toch? Ja, ja, dat is heerlijk. Heel lekker fietsen zo. Ah, Billy, je bent er al. Leuk. Oh, dag Rita. Leuk je weer te zien. Wat zie jij er mooi uit? Ja, dat doe ik altijd aan voor een picknick. Ja, lekker handig ook. Is handig hoor, want als het warm is, doet hij zo'n ruitje open. Leuk. Hier is je optimale belgenot. Dat maakt de Ricky wakker. Ja, dat is heel vervelend, maar dit is ook handig hoor. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Oh jee, er is een boodschap voor ons. Rita. Oh, dat is voor jou, Rita. Je mag wel eens Rita noemen, hè, Ricky. Wat is Harry? Ja, dat is Harry. Goedemiddag, Rita. Hey, doe dat uit! Rita, ja, wacht even, ik ben toch bezig, ik kan die hand schrijven. Nee, ik heb het voor mij, stop allemaal nieuw. Ik denk dat ik... Wil je een afdeling met hier staat het. Terugspoelen. Oh, ik denk dat ik... Nou, stop dat niet. Rita, ik denk dat ik van je hou. Hier! Ik, het spijt me. Excuseer me. Henri, ik moet even met je praten. Jawel, ik moet even met je praten. Dit is de meest gênante vertoning uit mijn hele leven. Ja, het is jouw schuld. Ja, maar ik dacht dat je alleen maar voor de opera wou bespreken. En laat me met rust. Ja, maar, nou ja. Laat me met rust. Loop niet als een idioot achter me aan. Luister, ga weg. Ga weg, nee, ik wil alleen... Nou, is op met het onvolwassen gedoe met luisternamen. Anders geef ik je een stomp voor je kop. Ha! Ja? Ja. Jij geeft mij een stomp voor mijn kop? Absoluut, let jij maar eens op. Wacht eens even. Shit, wat doe je nou? Wat? Nee, die bril. Wat is er nou? Ja, ik kan een man met een bril op toch niet slaan? Dat is jouw probleem. Zonder bril kan ik niet goed mikken. Kom op! Oh ja? Ja, kom. Nou, let daar maar eens even op. Dan zet ik er ook op. Kom maar op! Kom maar op, zeg. Jij bent gek geworden. Een stomp voor mijn kop, hè? Wat zijn jullie aan het doen? Niks. Wij stonden wat gedachten uit te wisselen. Waar slaat dat nou weer op? Jullie gingen bijna met elkaar op de vuist. Jullie lijken wel een stelletje verliefde pubers. Schuit de gas. Ja. Nou ja, Anne, ga jij maar vast naar binnen. We komen zo. Kom wel goed. Jongen. Willem, wat is er met mij aan de hand? Was liefde altijd zo verwarrend, zo absurd? Vaak nog wel erger ook, Henri. Willem,
Ja. Ik heb geen vriendin meer gehad sinds mijn vrouw is overleden. Ja. En ik vraag mij nu af of zij het wel goed zou vinden. Henri, als jouw vrouw net zoveel van je heeft gehouden als jij nog steeds van haar, zou ze dolgelukkig voor je zijn. Ja. Echt waar. Henri, kan ik even spreken? Ja, dan ga ik even kijken of Millie al zover is. Het was een misverstand, Rita. Misverstand. Tuurlijk is het dat. Dat weet ik. Je moest eens weten wat ik allemaal tegen mezelf zeg. Ja, ik wou je eigenlijk alleen maar vragen of je een avondje met mij mee uit wil naar de opera La Bohème. En dan een soupeetje en een afloop en een goed gesprek. Afgesproken. Hé? Oh ja. Volgende week dinsdag. Graag. Ja. Nou, kom op. Willem en Millie wachten op ons. Tjonge, jonge Rita, ik voel me zo'n dwaas, zeg. Ja, maar charmante dwazen zijn zeldzaam. En nu ik er een gevonden heb, ga ik er graag een avondje mee uit. Oh ja? Maar we gaan eerst picknicken, hè? Ik heb niet voor niks dit prachtige pak speciaal voor jou aangedaan. Wat dacht je nou? Dus je legt de messen rechts, aan vorige links dus. En het bestek pak je altijd van buiten naar binnen. Hey, hoe was de picknick? Picknick was een groot succes. Ja, lekker eten, goede gesprekken. En ik heb in de gaten Rita Groot muziekliefhebster is. Ja, ik heb een afspraakje met haar gemaakt om samen met haar naar de opera te gaan. Als muziekliefhebbers onder elkaar hoor, meer niet natuurlijk. Weet u, opa Buis, dat u de meest extreme versiertechniek heeft die ik ooit heb gezien? Oh ja, maar het werkt, hè? Hebben jullie gezoend? Het doet Johnny! Oh, bijna. Nou, geef hem toe, hoor. Zeg, had jij niet een afspraakje met onze vriend Ben vandaag? Ja. Jij vertel hem eens, vind je hem nou wel leuk of niet leuk? Nou, nu we toch even alleen zijn opa's. Wil ik daar even met jullie over praten? Ja, misschien kunnen jullie maar wat advies geven. Ja. Ja hoor, zeg maar. Vertel. Wat is beter, de pil of een condoom? Johnny! Thank you.